Dus zelfs als je in een mal buigt, dan wordt het nooit hetzelfde, wat wel leuk is. Dus het is wel geschiedkundig correct. We gaan een groot 17e eeuws vrachtschip bouwen, maar niet in hout, maar volledig in afvalplastic. Het probleem van vandaag, transformeren in de oplossing voor morgen. Ja, nou, we zijn hier vandaag bij onze buren, de scoutinggroep. En het bestuur kwam op een gegeven moment bij ons op de werf langs met de vraag van, joh, je bouwt zulke leuke mooie scheepjes van afvalplastic. Is het ook mogelijk om onze Lelyflat daarvan te bouwen? Nou, dat is een lastige vraag, want ik had daar natuurlijk helemaal geen beeld bij of dat überhaupt tot een succes zou gaan leiden. Maar ik hou wel van experimenten, dus ik heb gezegd, laat het gewoon proberen. Nou, dat is een beetje uit de hand gelopen. Ondertussen hebben we met Scouting Nederland allerlei afspraken gemaakt. Hebben een aantal schepen gebouwd. We hebben er eerst één gemaakt om te overtuigen dat dat kan. En dat het uit de hand is gelopen kan je eigenlijk wel zien, want het is een apart logo geworden. En het is weer eigenlijk qua zeilnummering gestart bij nummer 1. Dus van die hele serie van Lelyflats die ze hebben varen, dat zijn er 1800 zo orde grootte, daarvan zijn we nu weer met een unieke reeks bezig, maar dan nu van afvalplastic. Ja, dat maakt me wel trots, want hier hebben we gewoon een hele praktische manier van het verduurzamen van onze leefomgeving. Ja, kijk nou, hier ligt hij. De Lelyflat van afvalplastic. Natuurlijk wel weer zwart. Ja, nou ja, dat is ons keurmerk, hè, of ons handelsmerk. Hier zie je hem liggen en daar zie je de stalen uitvoeringen. En eigenlijk zijn ze precies hetzelfde. Ja, dat moet ook wel. Want het is hetzelfde ontwerp. Zelfde plaatuitslagen die we hebben gebruikt. Maar nu gebouwd in afvalplastic. En dat was best wel spannend. En dan zou je denken, spannend? Ik bedoel, je hebt werkboten gebouwd, dus dat moet toch gewoon makkelijk kunnen? Ja, toch is er een fundamenteel verschil. Die werkbootjes zitten helemaal vol met allemaal spanten, buikliggertjes, wegeringbalkjes. Er zit een heleboel materiaal zit er aan de binnenkant om een stijf, sterk bootje te maken. Moet natuurlijk ook wel, want die werkboten die moesten een flinke last kunnen dragen. Maar zo'n Lelyflat moet natuurlijk ook oerdegelijk zijn, hè? Want die scouts die rossen overal tegenaan en moeten natuurlijk ook nog leren zeilen. Dus zo'n bootje moet heel wat aankunnen. Alleen hier zitten niet al die inhouden in. Dus het is alleen maar platen die aan elkaar gelast zijn. En dat hadden we natuurlijk nog nooit eerder gedaan. En onze platen, dat weten we wel, die zijn niet zo stijf en sterk. Dus zou dat wel kunnen? Nou, in het kader van proberen en experimenteren, laat het gewoon doen. Nou, het begin van het bouwproces van deze Lelyflat is best anders dan de werkboten die we maken. Je begint dan wel weer hetzelfde met het vlak. Die hechtlas je aan elkaar. En dan leg je de gangen, even kijken, deze en die daarop volgen, maar eerst deze, leg je daarnaast. En die trek je als het ware naar elkaar toe. Dus eigenlijk krijgt hij al meteen die vorm die je hier ziet. Doen met spanbanden, de spanten die erin zitten. En nou, daarmee trekken we hem naar elkaar toe. En als we denken van, nou, deze vorm is juist, dit klopt. Zowel voor als achter. Dan hechten we door. En dan gaan we eigenlijk al meteen door met aflassen. En zo doen we dat totdat je bij het potdeksel bent. En dan ga je binnen aan de slag. Nou, in zekere zin is het makkelijker, want we nemen de ervaring die we hebben van de werkboot, die nemen we mee. Ook al is het een heel ander soort boot, je merkt gewoon dat het sneller gaat, het is makkelijker. En om te zien dat die ook echt gebruikt wordt, dat is hartstikke leuk. Het heeft ons wederom weer verwonderd dat het materiaal is eigenlijk gewoon prachtig. Want dit ging helemaal perfect. Dat ding dat zeilt als een tierenlier. Kijk, het rompje en het ontwerp is exact hetzelfde als die stalen, dus uiteindelijk varen ze even hard. Maar dat ding is veel lichter en gaat veel sneller weg. Dus je hebt al meteen een enorme voorsprong die nooit meer ingehaald wordt. En dat is ontzettend leuk om dat te ontdekken. Ondertussen hebben we er al 3 gebouwd, hè? We hebben er 1 in Nawaka, dat is het grote evenement van de scoutinggroep, hebben we er gebouwd.
En de derde, die nu op dit moment aan het logeren is bij ons op de werf, die hebben we gebouwd voor een landgoed waar iedereen dan met zo'n bootje kan varen en kan proberen. Nou, steeds meer verenigingen uit Nederland overwegen nu om hun stalen fletten te vervangen door kunststoffletten. De voordelen van de kunststof lelyflats is natuurlijk dat er een stuk minder onderhoud aan is. En nou ja, wat mij betreft maken we ze allemaal tegenwoordig van HDPE. En ja, voordelen van de stalen, misschien, nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Maak ze voordat maar van deze. Ja, is wel leuk natuurlijk, hè? Ik bedoel, zo verduurzamen we langzaam niet alleen Nederland door onze tiny houses, maar ook het nautische gebeuren door onze waste plastic bootjes. Prachtig. We gaan de zee op. Dit jaar weer een groot nautisch nationaal evenement. Vlootdagen, de marine en zeil vallen tegelijkertijd samen in Den Helder. Er komen ontzettend veel bezoekers. En wij zijn gevraagd om daar ook op aan te sluiten. Nou, dat doen we natuurlijk heel graag. Maar het verzoek was wel heel bijzonder. Neem je werkboten mee, maar ook een tiny house. Nou ja, je denkt meteen al van, hoezo, nautisch evenement en ook met een tiny house en wat een gedoe allemaal, zo'n ding eventjes daar naartoe brengen. Maar het werd me vrij snel duidelijk, zeil staat ook in het teken van duurzaamheid, jeugd en duurzaamheid. Nou, dat zijn twee thema's die ons natuurlijk aan het hart zijn. En we komen dan ook nog eens een keertje op het pad naar de toekomst. Dus je komt vanaf het grote nautische gebeuren, Willemsoord, ga je richting de tollships en dan loop je over het pad van de toekomst. En daar loop je dan langs onze stand straks. Nou, daar zijn we ons nu op aan het voorbereiden. We gaan daar met al onze werkboten die klaar zijn, gaan we naartoe. Met het hele verhaal. Hè. Iedereen laten ontdekken dat weggooien zonde is. En daar zetten we dus ook dat tiny house neer. Maar het verhaal wordt eigenlijk nog veel mooier. Want je hebt sail, maar je hebt ook nog zoiets als de pre-sail. En dat begint op Texel. En daar zijn we ook voor uitgenodigd. He, dus die organisatie heeft gevraagd van wil je naar Texel komen met een werkboot. We beginnen dan in het museum Kaapskil op Texel. Daar hebben ze de reden van Texel in een manquette nagebouwd. En de vraag is wil je samen met leerlingen de manquette nabouwen in afvalplastic. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Daar gaan we ze voor enthousiasmeren. We gaan natuurlijk ook wat te vertellen over al die mooie schepen die er zijn. Daar ligt ook een fluitschip tussen, dus ik kan ook zeggen van kijk, dat gaan we ook in het Echi bouwen. Daarna gaan we met de werkboot naar de haven toe. En als het goed gaat en de programmering helemaal klopt, zal de commissaris van de Koning ons een opdracht meegeven. En ons eigenlijk als verkenners naar Den Helder sturen. Dan zeilt dus de werkboot op zout water. He, daar, vanaf de reden van Texel, daar waar de schepen in de 17e eeuw allemaal de wereld in, vandaan vertrokken de wereld in. Daar gaan wij dan met ons werkbootje en de boodschap van de commissaris, van de koning, gaan we richting Den Helder. Als een soort verkenning en daarmee eigenlijk ook de eerste boot die richting Den Helder gaat. Want de volgende ochtend komen al die tollships aan. En dan hebben wij natuurlijk de boel al helemaal klaarstaan op onze stand. En het is nog lang niet alles, hè? Want aansluitend op zeil heb je de tollship races. Dus die grote, prachtige, mooie schepen, de Morgenster zit er natuurlijk ook weer tussen, die varen dan met z'n allen in een wedstrijd naar Engeland. En wij geven eigenlijk vier van onze jongeren mee aan die tollship race. Nou ja, ik ga natuurlijk mee op het tollschip. En ik vind dat er wel een beetje gedocumenteerd moet worden. Niet alleen foto's, maar ook een beetje gefilmd worden. En ik dacht van, waarom pak ik dat zelf niet op? Ik ben gewoon een beetje foto's aan het maken op het moment, maar het is al 10 keer leuker dan op je telefoontje. Hey, is de werf een beetje een leuke plek om te oefenen? Ja, absoluut. Mooie plaatjes hier altijd. Nou, vandaag iets minder. Maar ja,
mooie locatie om te oefenen, echt wel. Het belangrijke is dat het voor hen een life-changing experience zal gaan worden. Dat doet iets. Als je op zo'n schip dag en nacht op die zee vaart, overal om je heen alleen maar water, weet je, daar groei je van. Daar ga je een ervaring op doen die ongekend is. Dat weten we met zekerheid, want we hebben in ons vorige project, Clean to Antarctica, hebben we de Quest for Change gehad met internationale studenten. Dus we weten wat voor impact dat geeft. En ik gun het onze jongeren enorm om de volgende stappen te kunnen maken in hun persoonlijke groei op zo'n tollship. En eigenlijk, dat evenement, die tollship race, dat zijn oefeningen voor ons. Maar moet je voorstellen als we straks dat fluitschip klaar hebben en daar internationaal vracht mee gaan varen. Dat wordt een multipurpose schip. We gaan dus onze jongeren ook meegeven als deckhands met die schepen om die ervaring op te doen. We gaan een soort dream school bouwen. Dus je komt hier op de werf voor een soort resocialisatie, maar gaat daarna steeds hogere stappen maken in je persoonlijke ontwikkeling. En zelfs ook mee de wereld in met dat fluitschip. En in elke haven die we dan aandoen, is natuurlijk weer een evenement. Want ja, een schip van afvalplastic met 200 ton laadvermogen op de kracht van de natuur over de wereldzeeën voor eerlijke handel. Dat is natuurlijk een evenement waardig. Dus daar zijn we flink op aan het oefenen. We zijn aan het oefenen op die persoonlijke ontwikkeling en die lange tochten. En dat biedt Sail Den Helder ons nu op dit moment als podium. Dus daar gaan we met alle graagte mee in de gang. We zijn met de bodemplaat bezig geweest, die hebben we gelast. Deze gang zit als de eerste gang. We zijn bezig met de tweede gang, die is gezaagd. Sporingen zijn erin gehakt. Spanten die zijn gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje wat er in de loop van de tijd gebeurd is. Dus we zijn goed op weg. Ja. Deze zijn in een oven gelegd en die zijn warm gemaakt en die zijn gebogen in een mal. Vroeger werd dat dus niet gedaan. Want daar hadden ze hout wat zo uit het bos kwam. En dan gingen ze naar de takken kijken. Welke takken er een bepaalde kromming hadden. Vandaar de naam kromhout. En dat werd gebruikt in de boot. Dan gingen ze kijken waar het gepast kon worden. En dan werd het op maat gemaakt. Dus eigenlijk doen we hetzelfde, alleen we gebruiken plastic. En dat duwen we in de vorm. En dan gaan we kijken of het erin past. En dat kunnen we ook aanpassen. Twee keer nummer 9. Oh ja. Daar zit al een verschil in. Dus zelfs als je in een mal buigt, dan wordt het nooit hetzelfde. Wat wel leuk is. Dus het is wel geschiedkundig correct. Vorige keer zat hier nog niks. Aan de andere kant ook. En vorige week hebben we deze twee geplaatst. Dat was om de achterkant wat meer stevigheid te geven en om hem wat meer naar buiten te duwen. Nou ja, aan stuurboord ging dat vrij goed. Niet heel veel problemen. Maar hier hebben we toch een paar fouten gemaakt. We hebben hem iets te snel, te kort afgezaagd hier zo. Waardoor we niet per se wat lengte misten, maar de vorm zat er niet helemaal lekker in. Dat is trouwens niet de enige fout die we hebben gemaakt, want de scheerlat die zat eigenlijk ook helemaal niet goed meer. Daar hebben we niet op gelet. Die stond 10 centimeter naar binnen. Nou, dat, als je die maat aanhoudt, dan kom je al heel snel tegen problemen aan. Al met al is het wel goed gekomen. Weet je, je leert ervan. En dat nemen we allemaal mee in de aanloop naar het fluitschip toe. Dat houdt ook het plezier erin, want nou ja, als het alleen maar goed zou gaan, dan wat heb je dan eigenlijk, je hebt wel wat te vertellen, maar zonder strijd geen overwinning.